Beste landgenoten, mi familiemang, in het bijzonder onze Chinese broeders en zusters. Dinsdag 1 februari luiden we het Chinees nieuwjaar in. Het jaar van de tijger. Het Chinees nieuwjaar, dat ook bekend staat als het lentefestival of lentefeest, is de belangrijkste feestdag van de Chinezen. Tijdens dit feest wordt een eerbetoon gebracht aan de familie, de levenden en de doden en aan de rijke tradities van het verleden. Waar de Chinezen gewend zijn om elk jaar terug te reizen naar huis om dit feest met familie te vieren, worden zij ook dit jaar weer geconfronteerd met beperkingen. De COVID-19-pandemie blijft ons raken. Maar gelukkig kunnen we dit jaar wel iets vrijer zijn dan vorig jaar. Dit omdat we ons goed hebben laten vaccineren, inclusief boosters. En inmiddels het dragen van het mondkapje het nieuwe normaal geworden is. Zonder mondkap verlaat je het huis niet. Het jaar 2022 staat in het teken van de tijger. De tijger is het derde dier in de 12-jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. De tijger heeft een aantal positieve eigenschappen die wij zeker moeten meenemen als samenleving. Hierbij kunnen we denken aan kracht, het uitdrijven van kwaad en het tonen van dapperheid. Ik spreek dan ook de wens uit dat we allen deze pandemie zullen kunnen verslaan, maar ook samenwerken aan herstel van ons geliefd land. En we zijn goed op weg om zodoende samen de eigenschappen van de tijger in te zetten in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn voor ons volk en onze geliefde natie. Daarom gaan we samen vol moed en motivatie dit nieuwe jaar in. Maar we gaan er ook samen aan werken om de eigenschappen te behouden van ons geliefde natie. Landgenoten, met het inluiden van dit nieuwjaar staan vandaag de Chinezen extra in de schijnwerpers. De eerste Chinezen arriveerden op 20 oktober 1853 in Suriname, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Dus ook zij worden gezien als Jaja Surinamer, net als u en ik. De Chinezen spelen niet alleen een grote rol in sociaal-economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname. En net als van alle andere bevolkingsgroepen genieten we ook van de Chinese cultuur, het eten en hun vriendschap. Met hun land van afkomst, de Volksrepubliek China, heeft Suriname dan ook een historische band en een lange vriendschap die heeft geleid tot goede bilaterale samenwerkingen. Suriname houdt daarom vast aan de één China-beleid en deze blijven we ondersteunen. Door de jaren heen is op verschillende gebieden samengewerkt. We kunnen onder andere opsommen de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking, gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel. We gaan blijven samenwerken. En daarom ben ik blij dat het jaar van de tijger is, want tijgers zijn ambitieus. En dat hebben we nu juist nodig in ons geliefd Suriname. Ook in het kader van natuur en milieu, vooral als we de laatste feiten meenemen van de klimaatsverandering, dan brengt deze tijger ons ook nieuwe inzichten, zoals bedreiging van onze natuur. Net als onze tijgers wordt ook ons milieu bedreigd. Dus moeten we deze beschermen, onze biodiversiteit, het beschermen van al onze geliefde dieren en om ons prachtig Amazonewoud die bijdraagt
aan een carbon credit te behouden. Hiervoor hebben we ook ambitieuze tijgers voor nodig. Daarom moeten de Chinese ondernemingen blijven aantrekken om te investeren op basis van een goed investeringsbeleid. Beste landgenoten, mijn familie, hiermee wens ik de samenleving, maar in het bijzonder de Chinese gemeenschap, een gelukkig Chinees nieuwjaar toe en een succesvolle organisatie van de Olympische Winterspelen in China. Mogen ieder genieten van de eigenschappen van de tijger. Kongsi Fasai. Gelukkig nieuwjaar. Wambung Nyuyari.